Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag hebben jullie wat Killzone Shadowfall gameplay. En dit is de nieuwste Killzone voor op de PlayStation 4. En ik heb hem tegelijkertijd met mijn PlayStation 4 gekregen. Ik had toen een PlayStation 4 Gamers Edition. Dus twee controllers, een webcam en deze Killzone. En vroeger heb ik best veel Killzone gespeeld. Of ja, vroeger klinkt zo lang geleden, maar in ieder geval op de PlayStation 3 dus. Toen had ik Killzone 2 en Killzone 3. En Killzone 2 had ik veel gespeeld, vond ik echt een fantastisch spel. Ik stond er ook heel hoog in die leaderboards, want dan moest ik toen voor een trofee moet ik in die top 1% komen of zoiets. En heb ik toen best veel gespeeld. Killzone 3 daarentegen vond ik helemaal niet leuk. En dat was omdat het te ingewikkeld werd, er kwamen te veel dingen bij kijken. En het was niet meer zo simpel zoals Killzone 2 eigenlijk was. En er staat er eentje toe te campen, hopelijk heb ik mijn granaat. Het zou heel erg fucking vet zijn. Ik loop door en dan loop ik om. Hopelijk werkt dat. En ik snap nog steeds dat ik niet meer rug dood ben. Dus, oh, we pakken die bot erbij. Ik heb een bot ingekald. Als het goed is, kan mijn bot die helpen. Oh, ja, nice. Juist. Ja, die bot die kan helpen, dus die vliegt nog met me mee. Dus, allemaal van die kleine dingetjes. Maar ik denk dat het grootste gedeelte van het spel is gewoon kwesties van wennen. Want de mappen zijn veel ingewikkelder dan, What the fuck gebeurde er? In ieder geval, de mappen zijn veel ingewikkelder dan bijvoorbeeld bij Call of Duty. Die zijn veel te makkelijk te begrijpen. En daarom is het ook heel irritant om dit spel op te pakken en gelijk te kunnen spelen. En dat is ook de reden waarom ik er niet zo goed in ben. Alleen moet ik zeggen dat het best lekker gaat. Nee. Ah, dammit. Het aimen, dat is ook iets wat heel irritant is. Want de beste vergelijking is als jij bijvoorbeeld als je Call of Duty speelt om te vergelijken met Battlefield op console. En Battlefield op console is allesbehalve fijn. Sommige mensen die zullen waarschijnlijk veel gespeeld hebben, die zullen zeggen ja, het is fijn. Maar over het algemeen moet Battlefield moet gespeeld worden op PC. Dat vind ik zelf. En Battlefield vind ik te stroef spelen op console. En dat is eigenlijk hetzelfde als met dit spel. Dit spel is ook te stroef. Alleen, het probleem is, het is een PlayStation exclusive. Dus dit is niet op de PC. Dus je zult wel zo moeten spelen. Dus dat is een beetje jammer. Er zullen misschien wel opties voor zijn om met de toetsbord en muis te spelen. Maar ja, dat ga ik niet doen, want daar ben ik helemaal niet goed mee. Maar het is gewoon iets wat ik niet zo fijn vind. En dat is dus dat het een beetje te stroef speelt. En hoppakee! Verdelging. Je moet echt niet op Nederlands zetten eigenlijk games. Dat deed ik bij Uncharted ook altijd. Dan krijg je de meest achterlijke zinnen die ze verzinnen. Hey, zinnen die ze verzinnen. Hoe vind je die? Oké. Okay. Let's go. We gaan erop af. Teammate, jij gaat via links. Ik ga via rechts. En... Oh fuck, zijn die enemies dus. Teammate. Waar zitten ze? Dat is altijd eng als je niemand tegenkomt. We gaan hier naar boven. Nee, ik kwam... Shit. Ik wou eerst de stand wel ik slaan, dus ik wou niet schieten. Alleen, oh, daaronder een enemy. Easy kill. Juist. Gaan we dit ding nog even kapot maken, lukt daar? Damn, dat ding moet ik wel kogels hebben. Dat ding eet vooral. Oh shit, ijzer. Hoppakee, let's go. Zodat ik even kijken wat de stand is, want dat is heel leuk. Je kijkt boven in beeld, het is een timer, 12 minuten. En ik weet niet of ik de volle 12 minuten uitspeel, want dat is wel heel lang. En ik had een killstreak van 5, dat is best netjes. Alleen, ik werd geknifed. Er staat 0-0. Nou, als je mij kan vertellen dat het nou 0-0 is, dan weet ik het ook niet meer, want het is Team Deathmatch. En trouwens, voor de mensen die het willen weten, het is geen 6 tegen 6, maar 12 tegen 12 volgens mij Team Deathmatch zelfs. Met 24 mensen, dus dat is nog groter als Domination. Of Domination dan Ground War. En ja, veel man erin dus. En ja, leuk. Misschien een beetje te druk, want je wordt natuurlijk van alle kanten afgeschoten. Maar de mappen zijn ook groot. Maar daarentegen ook weer heel erg compact, omdat ze zo... Ja... Zo compact ingedeeld zijn, zeg maar. Heel veel rotsen, waardoor je allemaal kleine gangetjes hebt en shit. En deze map vind ik wel een van de vetste mappen, want hij ziet er zo fucking vet uit. Met al dat, en al die bomen en shit, die jungle stijl. Dat vind ik altijd heel mooi. En de game zal waarschijnlijk, of de video moet ik zeggen, zal waarschijnlijk niet in 1080p geüpload zijn, denk ik. Daar ligt hem net aan hoe ik hem render. Maar ja, ik moet hem dus morgen online hebben staan, dus ik weet niet of dat lukt. Want dit spel is eigenlijk 1080p. Maar daar ligt het dus aan wat ik daar ook doe met renderen, want het ziet er echt... Fantastisch uit, echt jongens. Ik heb wel last van mijn ogen. Zodat... Oh, sorry. No offense, als teammate. Zo mooi dat het is. Hey teammate, ik werd in mijn rug geschoten. En dat was jij niet, want dat is geen friendly fire. Anders had ik je lang dood gehad. Ah, dammit. Oh, het is de tweede. Woehoe. Oké, dat is beter werk. Oh shit, enemies. Enemies, overal. Even laden. Ja, op zich gaat het nou wel lekker. Als ik zo iedere keer blijf spelen, dan ga ik dit misschien wel meer doen. Nee. Ik denk toch niet dat jullie dit leuk vinden om te zien. Want ja, oké, voor één keer is het wel grappig, weet je wel. Maar jullie zijn toch voor het grootste deel allemaal Call of Duty fans. En dit is de meest aparte uitvinding ooit gedaan. Dit is een schild. En zij kunnen er niet doorheen schieten, maar ik wel. Ik vind het een apart iets. Ik vind het eigenlijk zelfs nog een achterlijk iets. Oh shit. Ah, help me met de granaat. Ja, dat is dan wel gewoon het slimste wat ik kan doen. Misschien ook nog revive door iemand. Na? Kan je dat niet? Ja, is goed. Ik zal hem douwen. Ik herken je blauwe kop.
En dat was trouwens... Ik ben zelf Hellguest, of nee? Dat was een ISA, Dan ben ik zelf Hellguest. Ja, dit vind ik wel een goed idee. Deze dingen, de basis is geschud. Nou, oké, je moet niet naar de Nederlandse vertaling kijken, want dat is gewoon poep. Maar dat is dus een soort van beveiliging tegen spamkeer. Dan staan er dus altijd bots in jouw spam, zodat mensen niet in jouw spam kunnen gaan zitten. En dat is goed, want dan hoor je niet spamken. Maar aan de andere kant, dan gaan mensen gewoon buiten die bot staan. Dus jij moet toch wel een keertje je spam uitlopen, snap je? Dus uiteindelijk schiet je er helemaal niks mee op, om heel eerlijk te zijn. En heb ik een granaat? Alsjeblieft een multikill. Dat zou ik wel echt leuk vinden. Nou. Nee? Oké, dan gewoon niet. Friendly. Hier, haha, de ISA. Ik kan het zeggen. Ik zit iedere keer te kijken. Oh, fuck, zit vast. Nee, ik zit vast. Ik zat te kijken iedere keer als ik de Hellguest zie. Normaal gezien is de Hellguest, dat zijn de slechte, zeg maar. De slechterikken in de campaign. En over de campaign gesproken, ik heb hem nog niet eens uitgespeeld. Ik heb 1 trofee in het spel. Best wel erg, want het is echt een mooi spel. Maar de campaign vind ik ook niet boeiend. Het is allemaal, het ziet er super goed uit. Het idee is goed. Maar de uitwerking is gewoon niet alles. Dat vind ik zelf. Dat vind ik jammer. Maar zoals ik net al wou zeggen. De enemies zijn normaal gezien altijd Hellguest. Alleen ja, als je dus een game als dit hebt, heb je de goede en de slechte. Je speelt al tegen elkaar. Dus iedere keer als ik een Hellguest zie, dan denk ik dat het een enemy is. Maar dat zijn dus gewoon friendlies, want ik ben op het moment de Hellguest. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daar zit een enemy. Hopelijk kan hij mijn granaat eten. Ham! Nee, dat kan hij niet. Ik word in mijn rug gepopt, dan moet ik heel snel zijn. Dan word ik van 2 kanten genaaid. Oh shit, mijn sensitivity stond een beetje hoog. En deze besturing is net als Battlefield, dus je moet de sensitivity wel hoog zetten, anders kun je hem al niet aimen. Oh, juist, ja. Was dat geen headshot? Nee, dat was een headshot. Beetje jammer. Wat ik wel merk, vergeleken met Killzone 2, is dat je hier veel sneller killt. Dat is wel echt een positief iets, want in Killzone 2 was het echt bijna niet mogelijk om mensen te killen. De enige manier hoe mensen elkaar gingen killen was met rocket launchers, omdat dat eigenlijk het enige was wat sterk was in het spel. Hoppakee, double kill! Ik ben een redder en een verdelger. Oh, shit. Ik ben een verdelger. Nou, dat is nog eens een titel. Had ik nooit van mezelf verwacht dat ik een verdelger zou worden. Waar de fuck gaat dit heen? Oh shit, enemy boven. Oh, nee, die bot schiet op mij. En dat heb je, hè, met al die futuristic bullshit. Hebben ze dus allemaal bots en... Oh, no. Ik heb op zijn minst 1 kill. En hoppakee, ik ben genaaid. Die kill hier, die is onzichtbaar. Dat is een sniper. Die kan zichzelf onzichtbaar maken en dan kan hij fucking snel rennen. En misschien dat ik dat straks ook nog even switch. Maar het gaat op zich best lekker, dus... Ik heb niks te klagen. Het tweede voor iemand die nooit en echt nooit Killzone speelt. Dit is het enige wapen ik ooit gebruikt heb. En die scope die knop zit. Dat is het eerste dat ik ooit heb vrijgespeeld. Dus op zich gaat het niet verkeerd. En eigenlijk moet ik daar ook van dingen gaan switchen. Weet je wel. Van hey, dan kan ik jullie wat andere wapens laten zien. Maar het gaat net zo goed. Dan heb ik eigenlijk helemaal geen zin in om daar ook alles te verpesten. Om jullie een leuke sniper te laten zien. Maar ik laat jullie zo meteen toch die sniper zien. Want dit één sniper in die is zo fucking sterk. En die is zo epic. Dat ik die jullie wel moet laten zien. Dus stay tuned en ga alsjeblieft niet weg. Tot na de reclame, nee. Er zijn geen reclames hier, hè. Zo klonk het wel een beetje, stay tuned. Dan raad je er meestal vanuit van, komt reclame dan. En we klimmen omhoog. Had ik niet eens verwacht dat ik hier omhoog kon klimmen. Dat is best wel hoog. Hoppakee. Nee, die andere ook nog. Juist, dit wapen is echt wel goed, hoor. Maar één is gewoon spot on, not. Oh man, nee, ik wil jou turn on. Oh, als ik hem had, ik had hem moeten slaan. De slaan is hier veel sterker. Volgens mij is de slaan net zo sterk als het knife. Soms sla je mensen en soms steek je mensen. Dat is gewoon met dezelfde knop, volgens mij. En dat is volgens mij even sterk. Dan gaan we even kijken, wat hebben we allemaal voor troep? Dit ding ziet eruit als een sniper. Of in ieder geval, waarschijnlijk niet voor jullie, maar het is een sniper. Kijk maar, dit ding. Dit ding lijkt net een rocket launcher. De eerste keer dat ik hem had, dacht ik echt dat het er een rocket launcher was. Maar dat is niet. Mijn leuke pistooltje. Je hebt ook een pistooltje die kan je oplaaien, dan is je fucking sterk. Maar dat ding heb ik nou niet. Niet op zak, hier kan ik sneller mee schieten. Dat is handiger. Zie dat water, maat. Ziet er toch fucking awesome uit. Oh shit, nee. Oké, nou heb ik iets leuks voor jullie. En dat is dit. Ah, waar is die vet? Leeft hij nog of niet? Zeg eens lief dat hij nog leeft. Nee, omdat ik rende en naar beneden spring, dan ben ik zichtbaar. Ik dacht dat ik achter hem spon, maar hij liep naar achteren. Pussy. Oké, nou in ieder geval, dat was dus dat ik onzichtbaar ben. En als je dan helemaal stilstaat, ben je volledig onzichtbaar. Als je gaat rennen en gaat springen en gaat, weet ik wel, dom gaat doen, dan word je zichtbaar. Dat is ook wel vrij logisch. Als je dan echt helemaal onzichtbaar bent, dan is er niks. Maar hier, zie je? Nou ben ik onzichtbaar. En... Even oppassen. Wat? Die bot ziet mij!
Is dat een infrarood bot of zo? Normaal gezien moet je me niet kunnen zien. Ik ben toch niet voor niks onzichtbaar. Wat is dit dan voor poep? Oké, we gaan de andere kant op. Nou, zie je dus. Ik switch allemaal leuke wapens voor jullie. En ik verpest alles. Zo jammer dit. Ik weet niet eens wat het andere ding is. Speltje naar links. Ik weet niet wat dan gebeurt. Oké, die teammate is ook onzichtbaar. We bewaren die onzichtbare shit. Oh, wacht voor nu. Oh, fuck. Er zitten wel heel veel bij elkaar te campen. Dat is misschien ook niet zo handig. What? Nou, dat was een leuke knife. Normaal heb je echt van die fucking vette animaties. Maar dat was een beetje glitchy, omdat die bovenop zijn ding stond. En die bot van hem is echt sterk. Laat, snel, snel. Oké, dankjewel. Bedankt voor de hulp, maar ik ga dood door weet ik van wat. Oh, daar stond toch een enemy aan de overkant. Ah, een drone. Ja, ik hou niet van al die futuristic crap. Laat me daar maar spawnen. Ergens anders. Dan gaan we even snipen. Ik heb in ieder geval die onzichtbare shit laten zien. Maar normaal gezien heb je dus die fucking vette animatie. Dat je mensen gewoon helemaal, weet ik veel, een kill opensnijdt. Of iets in die richting. No, het is afgelopen. Nee, nee, nee. Ik moet nog snel één kill met mijn sniper. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik heb missie. Nee, nee. Nee, ik ga niet ook nog dood. Daar heb ik geen zin in. What the fuck? Oh, dat was... Nee, dat was niet meer. Ah. Sta ik erbij? Ik hoorde bij het staan, toch? Ik stond er in de top. Ben ik die kerel er links? Denk ik niet. Nee, dat is jammer. Nou, leuk man. Top. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie in ieder geval de game leuk vonden. Het is een keer iets anders. Het is iets wat ik nooit eerder heb geüpload. En het ziet er wel fucking vet uit, vind ik zelf. Dus het is misschien niet heel leuk om te spelen. De score was 23-9. Nou ja, ik vind dat zeker niet slecht voor iemand die heel mager in Killzone speelt. Die mappen totaal niet uit zijn kop kent en dan hem gewoon rondrent. Dus in ieder geval, als je het leuk vond, laat een like achter. En ja, tot de volgende keer. Houdoe.